Hallo, ik ben Wesse en welkom terug bij de leukste serie, weet ik nu. Terraria. Ja, de vorige keer is het allemaal leuk gegaan. We hebben allemaal nieuwe dingen in de wereld ontdekt. Maar als het goed is er ook nog een nieuwe biome ergens. Moet uitkijken dat ik bijvoorbeeld in het desert weet ook niet wat er voor mossen zijn. Dus die zou wel zo ook maar kunnen aanvallen. Maar als het goed is er ook nog een andere biome. Tenminste, dat staat er. Dus, weet je wat? Ik ben benieuwd. Laten we lekker gaan kijken. Misschien de imp er wel even bij houden. Want je weet het nooit. Oh, karotter. Dacht ik. Nog een zak karotter. Hier een slijmpje. Oh ja, wij zitten op het schieten karotter zeker. Het zijn ook lastig geweest, die karakters. Oh ja, ik zag niet eens wat het was. Dat zag er niet uit als een karakter. Dat is gewoon nog een eater. Die zit waarschijnlijk naar boven rond. Hé, een mummie! Oh ja, dat is een karakter. Hoppij. Oh, en dat beest. Hij is er net op. Oh jee. Ik heb een draadneus, joh. Mijn lippen zijn droog. Nou, mooi, waarschijnlijk ook nog. Laat een beetje doen. Woef! Die vind ik zo lastig, hè. Oef, paf, oef, paf. Weg, 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 weg. Hoepa. Yahoo, nou, laat me eens een nieuwe baan zien. Maar als het goed is, is die hier. Ik weet het eigenlijk niet waar. O jee, ach, het verderrie. Ah, corrupte hoek erop. Corrupte hoek zwaar, hoor. Gelukkig hebben we dat balletje licht voor als ik ergens moet. Ah, joh. Het is gewoon niet veel souls. Gewoon normaal, prima. Ik dacht dat die er niet meer waren, maar... Oh, zo, zag je dat ik nu door de sticht? Hoppa! Oh, mooi, hé. Ik vind altijd wel dat ik echt een hele grote corruption heb. Misschien moet ik er wel eens wat aan doen. Want je kan de corruption gewoon normaal maken weer, hè. Misschien moet ik er wel eens wat aan doen. Want anders wordt zometeen mijn hele wereld corrupt. En dat zullen we natuurlijk niet. Kijk, dat impje is bezig. En ik doe ondertussen helemaal niks. Dat is een hele grote bastard. Oké, okay. Ik hoor ze spuren. Ik zie ze spuren. Wat is nou, hè? Nou zijn ze best heel sterk. Oh ja, die eater hier. Op, die brandt gewoon dood. Weet je, Mina, dit was toch nooit eerst corruption? Nee, dat kan nooit. Zo'n grote corruption hebben we toch nog nooit gehad? Ik dacht tenminste van niet. Nou, zo te zien is de bar niet echt heel anders. Ja, of het is aan de rechterkant. Ik ben nu de linkerkant opgegaan, maar waarschijnlijk is de rechterkant wel een zombie. Ah, voor 6 armen. Wraith! Nee, dat is echt lastig. Ik kan overal doorheen. Oeh, hoppa! Zo! Hoppa, hop! Hop, op het hoofd springen. Hoppa, kom maar! Hoppa! Jouw hoofd springen, hoppa! 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 Woehoe! Het is een Mario spelletje kunnen dan spelen. Hoppa! En hup! En hup! Ja, kom maar! En hup! Grrrr! Oké. Sorry als het zo donker is.
Hier is een meteoriet. Hier een meteoriethoofdje. En hier het zand. En verder is er niet echt iets anders zo te zien. Niet echt, hè? Nee. Maar even de andere kant op. Het is goed dat ik even een hap van mijn appel neem. Als we die bruin weet je. Dan is hij niet meer zo lekker. Ja, eentje maakt me af juist. Dan gaan we de rechterkant op. Beetje dom dat ik nu in de nacht ga, maar prima. Balletje in mijn hand houden, balletje erbij. Is het balletje nog? Ja. Ja, die Duitse ads is ook niet meer zo goed. Maar je kan hem ook nog upgraden. In True Night's Edge. Wat is dit? Oh, volgens mij zijn we gearriveerd. Volgens mij zijn we gearriveerd, beste mensen. Want het ziet er heel raar uit hier. Ja hoor. Tenminste, dit is een... Een pixie! Kijk, en dat hebben we waarschijnlijk heel veel nodig. Oké, wat is dat? Kastrobot. Dat pixie dust. Zo klinkt dat beest uit Star Wars toch ook? Chewbacca. Oh jee, dit is een beest. Zie gewoon, hè? Pats, pats, pats. Auw. Oh jee, ja, dat is wel lastig. Oh shit, oeh, ik ben bijna dood. Ik heb 1 HP, hé. Misschien even, oeh, rustig aan doen. Ik zag die demon aan niet, ik dacht dat het 1 was. Oeh! Oh, ik wou net springen. Stom beest. Ik ga er wel even terug. Het was niet zo heel ver weg. Sorry hoor, maar een appel is gezonder als chips. Dat wou ik dus ook weer niet. Kijk, ik nu heel moeilijk aan het doen ben. Ah, het wordt licht. Dat is prettig. Maar ik bedoel, ik heb ook wel eens chips gegeten. Hoppa. Alvast een drankje drinken. Nog even zolang het donker is. Een fakkeltje in de hand. En er gebeurt toch niet echt iets, dus ik mag er zo even een appel smikkelen. Oké, nu wel. Maar goed, we zijn hier. Even kijken wat dit precies is. Een schokkrat dus. Hier ben je doodgaan, hoppa. Ziet er wel leuk uit, hè? Oeh, de pixie. We zijn ook niet erg lief, die pixies. Hoppa. Kijk, pixie dust. Oké. Like me niet. Polstone. Kijk, dit had ik liever. Nu zit het in mijn desert, maar... Kijk, het is een regenboog achter het barmpje.
Maar die, waarom zit hij nou weer in mijn desert? Want dan wil ik eigenlijk helemaal niet. Oeh, pixie. Oh, wacht eens. Waarschijnlijk zit dat onder die mooie biome in, onder de grond. Nee. Kijk, hier hoor je heel mooie muziek. Ja, hier is alweer voorbij. Beetje jammer, kijk of ik nog meer kan vinden. Yo, weer die stomme draai muziek. Best stom. Ik vind andere muziek is ervan leuker, maar... Ja, een beetje jammer dat hij in de desert zit, maar ja. Ja, volgens mij is er echt verder niks. Ik heb gewoon daar echt naartoe moeten als pixie dust hebben. Ik heb gehoord dat je pixie dust best wel voor veel dingen moet gebruiken. Maar dat zie je al, de jewel sowieso niet veranderd. Ik moet wel uitkijken, want misschien zijn er van die andere beesten natuurlijk. Hè. Ik had natuurlijk niks vertrouwen. Waarom? Oké, okay, mijn rocket boots werkte niet. Niet ver, maar oké. Okay. Dat dus. Wat is dat? Arapiama. Pyjama. Ja, maar het doet me niet meer nu, maar... Oh, die zit er ook weer op het droge. Dat geeft me niet eens lekker vis. Hey, hoi. Een soort sterkere vorm van de piranha. Wat hoor ik nou? Wat is dit? Dierpling. Gadverdamme. Oh. Of iets geluid maakt hij? Oké, de jungle is dus nog gevaarlijker. Wauw, dat ding is sterk. We gaan huilen. Dat heb ik niet aan reden, man. Ja, dat is. Hololo. Ja, ik zit ook gelijk even kijken of er nog andere monsters zijn en zo. Dat vind ik ook wel leuk om te zien. Weet ik waar ik me een beetje op van kan voorbereiden, weet je. Dat vind ik wel interessant. Beetje travelen, hé? Nou, een beetje hout erbij, want kijk dan nog ook deze boom is. Haha, zo groot. Nummie, jammer, dat hebben we hier. Plons. Hey, een diamantalter. Prettig. Slopen we die gelijk, hè? Titanium. Daar ben ik nog helemaal niet in geweest. Omhoog. Ik flink namelijk. Hoppa, terug naar huis denk ik. Denk ik. Ja, waarom niet? Dan gaan we even aan de gids vragen wat we kunnen doen met die pixie dust. Bam 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 bam. Daar is die. Crafting. Pixie dust. Oh. Oké.
Holy Arrows, Fairy Bell. Soms een Magical Fairy. Rainbow Rod, wauw. Fairy Wings. Ja, laten we even de god ingaan. Want dat is eigenlijk wat we eigenlijk nu moeten echt gewoon doen. Dus let's dat. Je kan me wacht even hoor. Dan moet ik even mijn koptelefoon aan doen en dan moet ik even kriebelen. Zo. Leuk ding trouwens, ik al onze beater. Zo, kruisboog. Cool. Ja, het is gewoon een kruisboog. En hey, nu zit mijn koptelefoon, ik heb hem niet meer goed op mijn hoofd. Zo, even goed zetten. Ik ben het ook als je koptelefoon af doet en je zet hem weer op, dat zit je helemaal niet meer lekker. Gaat verdedigen. Nou ja, doe maar. Hey. Oh jee. Waarom zit hij van dat corruption spul? Oh jee. De corruption is er aan het verspreiden, zo te zien. Dat wil ik niet. Ik wil niet dat mijn wereld in de kroon wordt. Ik ga wat ik aan moet doen, dan moet ik naar de zoekroute gaan en zeggen van hé, help eens eventjes. Oh jee, hier is een archer. Gewoon een capet. Poef, 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 poef. Paf, patch, poef, patch. Ja, jullie allemaal. Hoppa. En hup. Giant bat. Dan ga je een beetje mij lopen schieten van beneden. Hoppa! Top is al paarden, joh. Hoppa! Hop. Oeh, zo is lak. Hey, Skeleton Archer. Hoe is het met jou? Hehe. Ice Tortoise. Die zag ik toen, denk ik. Ja, zie je het nog erin hoor. Oeh jee, die bommen die gaan gewoon niet door die kobold heen. Oeh. Dan zou je gewoon weer wat extra moeten hebben, zeker. Oh, ik heb zoveel toe. Hey, dus het is helemaal leuk. Wil ik dit? Nee, ik wil het niet meer. Dus poos, ja maar. Ik moet gewoon wat in mijn kist nemen. Huppatee, kobold. Daar is zo te zien ook nog wat mithril. Oh, nee. Moet ik dan allemaal een bom maken? Anders, Viking. Oké. Wat is nou voor het huis? Oh, daar zie je ijs. Turtles. Ja joh, nu goed. Hey. Mensen, trap, ja precies, trappen we erin? Nee hoor. Mijn mik. Stond ik al zo heel raar. Gepositioneerd. Zit er trouwens in een mooie baan. Oh, die kerels zijn er met het tilteren ook gewoon maar. Huppa! Ik zal er even vatjes bij zetten. Ik mocht jullie niet goed kunnen zien, want dan weet ik niet. Het maakt alles wat donkerder.
Ja, we hadden ellende daar beneden. Ik heb wel een ideetje. Maar ze hebben niet zitten beneden. Huppada! Daar ben ik niet heel veel, hè. Imp helpen. Oh jee, wat is dit? Oh jee, en een mechanical eye. Dat is de manier om de twins te spannen. Een van de nieuwe bazen. Fair, nee hoor. Doe mij maar gewoon het goede spul. Hop, weg. Dat slijmpje daar. Mijn neefje zit ondertussen die even uitschakelen, dus daar wacht ik even mee voordat ik naar beneden ga. Nou, doe simp. Dirt. Stone. Volgens mij heb ik zojuist mijn nieuwe wapen gevonden. Ja hoor. Wauw. Oh. 63, zo sterker dan die Legendary Knight hè. Shoots an icy bolt. Wauw. Dus ik kan er gewoon weer slaan en het schiet gewoon. Fantastisch. En hier hebben we een boss summoning item. Summons the twins. Maar daar zijn we nog lang niet klaar voor, ben ik bang. Ja, we hebben ons nieuwe wapen hoor. Hoppa. En een Soul of Light. Oh. Dag. Yo, doe eens niet. Yo. Ja, jullie kennen zeker dit plekje nog zonder al die paarse goedheid. Hoofd mij. Oh ja. Hé, hey, en daar ook iets. Niet veel volgens mij. Oké, okay, als je dit breekt heb je volgens mij ook eens een keer een kristalshuis. Oh, dat is een spul wat ik nog niet kan breken. Haha. Volgens mij staat titanium. Omdat je een mithril pikjes voor hebben. Ja, cool. Dat gaat ook heel goed met die twee muisjes. Oh, de Soul of Light. Bah. Crystal. Er is nog een Soul of Light. Hier. Wat een mooi zwaard dit. Oh jee! Enchanted Sword. Oké, dat is creepy. Ik moet ineens een zwaard naar me toe vliegen dat we weer aanvallen. Hier, er is nog één. Hoppa! Hier jij. Of daar. Over daar, Crystal. Gewoon een heel nieuwe god eigenlijk, hè. Ja.
Wel een verrassing voor hun. Hoppa. Jo, doe ziet. Volgens mij had ik niet eens een vlindertje van nodig om die soulflies op te pakken. Een mooi zwaard. Daar gaat ie. Die heeft gewoon een mop laten vallen. Hey. Een hardcanister gewoon nog. Een hard container. Hard crystal. Life crystal. Oeps. Ik denk te veel mindcast. Allemaal door mindcast. Oei. Hey, hoi. Hehehe. Oei. Daar gaat ie. Hoppa. Kijk, als ze dan een beetje ver weg zitten, kan ik ze gewoon nog op. Lekker zwaar aan. Shiny. Oh, mijn drink er ook nog in. Hoppa. Leven ermee. Dat is nog een beetje kobold. Oei. Ja, voordat ik dood ga, dat is niet echt... Dat is precies goed, mooi doen. Even doorheen, anders. Hoppa! Kobold. Nou, daar is weer... Oh, daar is weer normaal aan mijn. Dat heb ik nou weggegooid? Oh. Dat vind ik jammer, normaal mijn. Dan ga ik ook niet omhoog. Ik ga niet normaal mijn. Dat weig ik. Vind ik. Oh jee. Ik ben dood. Of niet. Ik val gewoon even lekker slim in de lijf, hè. Maar waarschijnlijk brand ik alsnog dood, hoor. Oh nee. Gewoon even heel goed uitkijken nu. Ik zie wel lekker vrolijk mee. Hoppa. Oeh, leventje. Prettig. Hoppa. Oh. Oh jee. Ja, ik wil er terug. Ik wil terug. Ik wil terug. Ik wil terug. Ik wil terug. Nee, ze hebben een spul doen. En als je ook vraagt, ga je lekker tegen de twins vechten? Natuurlijk niet. Ben je helemaal mal? Die zombie is mijn deur niet op. Hè? Maar de zes armen wel natuurlijk. Maar je weet dat ik het pest. Zo. Oh joh, ik heb volle mana. Jammer. Waarom zou je een mask willen hebben?
Een hoed. Heb het daar, kobold. Op daar, kobold. Is mijn defense gelijk een stuk hoger. Daar moet ik de kimono wel af horen. Dan ga ik gewoon lekker aan Tony verkopen. Hey Tony, wil je nog een kimono? Kijk, ik heb gehoord dat je een deur naar zocht. dit ga ik allemaal kopen, ja. Lekker voor veel geld. Ja. Nee, dat is een ander huisje. Wat had ik nou, Ik denk, oeh, zo. Oh ja, mijn raam staat open, wacht even hoor. Ja. Nee, kijk, ik kan wel een riem op, man. Het is koud buiten, er zit iemand raam op. Daar heb ik zelf niet eens van. Nou, zo mooi. Goed, daar ben ik weer. Ja. Even kijken, wat zou ik ook alweer gaan pakken? Oh nee, wacht, ik kan niks pakken. Ik wou, gewoon dit hier, hoppa. Ik ga even quickstack, hoppa. Hé, hey, anders ga je even weg bij mijn deur. Kijk, dat is moeilijk zo. Nee. Die hou ik toch wel altijd bij, want die kan me altijd in harde situaties helpen. Maar waar was nou die andere? Dat was daar, hè? Ja, dat was daar. Ik was net dieper, zeg maar dan normaal. Dus. Weet ik dat het ding in ieder geval doorgaat en dat is prettig. Ja. Oehoe, doordenken. Oehoe. Oh, ja! Er staat ook iets in het rare tegen Valnuts. 100% zeker, want het zijn die kikkervoeten. En van die froglikes. Maar die moet je opvissen. En vind ik dat voor de video is vissen denk ik niet zo heel interessant. Denk ik, tenzij eens een keer een vis gerelateerde video wil zien. Moet zeggen, ik wil vis. Mooi zwaar. Och. Ik vind het leuk dat hij ook schiet. Nou. Ja, daar zijn we weer. Zit me niks dat daar op zo'n zit. Ah joh. Ah joh. Nou, niet eens gezien. Is het nog meer kobold? Prettig. Oh, wat hoor ik nou voor het raar geluid? Ik schrik me in het echt leven even met een pleur. Ik hoor. Maar dat beest waarschijnlijk. Ja. Oh. En een flying spoor. Iets zit er toch bij de schieten, ja. Wat is dat? Giant Fungi Club. Ze laten ook niks speciaals vallen, hè? Verder. Echt gewoon zo wat ze altijd droppen, zeg maar. Dus ze hebben net een mooi wapen voor me laten vallen. En de mooie Twin Summoning item. Daar ben ik ook echt hartstikke blij mee. Ik vind gewoon de twin spannen. Als we zover zijn. Het is natuurlijk nog lang niet zomer. Ik denk dat ik dat ga proberen als ik Mistrial armor heb. De mimic. Ja, dat kon ik niet. Oh, wat is het toch lastig, hè?
Ja, dit is nou echt de echte Terraria experience. Doodgaan. Maar nou ik je toch ben, wou ik even doen. Dat corrupte stukje, dat zit me echt helemaal niks. Ik vind het een beetje vervelend. Ik vind het een beetje eng. Ik denk dat het allemaal gaat verspreiden. Even kijken wat ze zegt. A lot of work to do here. Ik wat van dat poeder kopen. En soms kon je dat nog op een of andere manier upgraden. Dacht ik. Crafting. Nee. Nou. In ieder geval, we nemen het mee. Want het zit me echt helemaal niks dat daar een stukje een beetje. Dat daar gewoon een stukje. Een beetje gecorrupt is. Hey, hoi. Toxic slush. Drankje drinken. Dikke pieps. Kijk, dat doe ik nooit. Hang een pakje in het zakje en dan wordt het gewoon normaal. Zo. Kijk, op de rest werkt het niet. Ook niet op vijanden. Weet, hey. Staat ons rood vriend. Hey, heb je nog iets leuks? Ik heb die ook al zo lang, maar. Dan moet ik echt een goede yo-yo vinden, vind ik. Even kijken hoor, waar moest ik ook weer naartoe? Nou ja, een beetje omlaag en dan zo meteen naar rechts. En dan kom ik weer op het leuke plekje. Oh jee, oude dat is zeer. Kijk, denk ik ging volgens mij hier naartoe. Of niet? Kom bij mij. Dan ik hier naartoe, dacht ik. En dan kom ik in die barn. Dat is een mimic, 100% zeker. Hallo. Of niet? Oké. Ik zeg 100% zeker en dat is niet waar. Nee. Juist. We zijn er. Haha. Nou hier weer even kijken. Bing. Vraagje, beste mensen. Ja, ik moet dat waarschijnlijk zelf opzoeken. Jullie reageren niet. Die Trader. Die zit nu in ons huis. Die verkoopt. Zeg maar allemaal van dat leuke spul. Waarmee je echt alles kan verven, zeg maar. Als je bijvoorbeeld Cobalt Armor niet mooi vindt, dan kan je een gele kleur bijvoorbeeld. Dus dat is heel leuk. En daar is die man voor. En dan kan je ook wat met die strange plants. Oeh, er zit nog een hartkussel. Ik wil eigenlijk even pakken. Dus heeft hier een groen jellyfish vechten. Nou, niet echt heel iets. Iets heel bijzonders. Hop, loot. Hop. Ja, alles wat ik heb gemist, dan kan ik dan weer gewoon terug halen. Oh jee, geen bots. Arrows. Hoppé. Allemaal wegwezen. Nu moet ik eens ook uit gaan kijken voor die stomme
nepkisten. En hier is een wallcreeper toestand. Oh ja. Dan ga ik ook even rijden. Blackwood, ja hoor. En er zijn gewoon andere beesten. En die wallcreepers, die vonden het al zo lastig. En wat zijn er nu? Nog wel beesten. En die spinnenvrotten. Fijn. Nou ja. Dan ga ik maar proberen nu, hè. Wat ga jij maar naar binnen. Jee. Truc altijd voor weg. Oh, nou dat is dus niet. Verdorie, stomme... Stomme Archer. Oh shit, ja. Ah! Nou. Stomme Archer. Hoort er zo in. Grote baas, wat is dit? Angry Nimbus. Ben je boos? Oh, die regent op mij. Doe eens niet, joh. Hey. We hebben een aparte vijand hier. Heel leuk. Even een kogel maken. Kijken of ik de schoentjes kan maken. Hoppa. Nog steeds niet. Oh, nou, ik sta niet wat aan het doen. Hoppa. Zie. Hoppa. Kijk, dat ik me helemaal doe. Dan zie ik er veel cooler uit hoor, dan met mijn Mario petje. Ja. Mario petje erin. Shoppen, de shop, shop. Zo. Oh jee. Oké. Melee speed krijg ik nu bij. Nou ja, zeker. Oh. Ik word het volledig pakje aan. Dan doe ik die schoentjes uit. Die uit, die uit. Ja, cool. Misschien is dit wel leuk. Ja, we doen gewoon dat hele koperpakkie. Hoppa, kobolds, prettig. Dan zijn we een stuk meer beschermd. We zitten zeg maar nu op beginlevel, want kobold is het minst sterke natuurlijk, hè? Die sludge. Die vind ik heel leuk aan die aardjes. Dan hebben ze van die flaming arrows. Jij moet mij wel gaan helpen, hè. Die kant op. Oh, in de hel, hè. Oh, hier, daar gaan zoveel andere mossen zitten. Ja, dat wordt geen pretje. Maar ik denk niet dat ik daar naartoe moet. Ja, misschien wel voor die Dark Essence. Maar voor de rest denk ik niet. Dat is echt meer door een stemblok. Bam. Ja, kom vechten. Ja. Ik heb een speaker bij hoor. Hoppa. Ja, we zijn er weer. Wat ik nu wil, is mezelf een klein beetje insluiten. Want het is raar, ja. Dan ken ik het wel, die jongens blijven bij elkaar. Hoppa, dat dus. Hallo? Spinnen. Geen spinnen. Nee. Prettig. Heb ik er heel last van, hè? Hoppa. Ik
Dat is ook wel zo vies. Nee. Hoppa. Nu grill, lekker. Oh, zit aan de andere kant, precies rechts. Hoppa. Voor de pijn rijden. Oh. Ik wist doodgaan. Hoppa. Ik ben heel lui, dus ik doe het gewoon zo. Ik weet niet waarom ik die daar boven heb gegooid, maar hop. Ik wil heel veel beest pijn krijgen. Pak dat zwemmer in ieder geval, spook maar. Ja, ook leuk. Huppa. Oh jee. Mamies. Mamies. Oeh. Ja, als ze nou gewoon even allemaal in die lava vallen. Juist. Juist. Yo. Dan doe je het even niet, skelet. Oh joh, mijn imp zit er al een beetje rekening mee te houden. Juist, lekker in de lava vallen. Hoppa! Leuk eentje. Fantastisch. Nou, hé. Moet kunnen redden. Laten we ze omhoog, joh. Zo. Hoppata, kristal. Ja, het is een hele lange episode waarschijnlijk. Een uur of weer. Maar ik ben zo lekker bezig. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk, dit spel. Ja, ja. Ik speel natuurlijk al een hele tijd op, maar... Lopen thuis maar 8 goud weer terug van de heren. Oh, joh. Bang. Oh ja, ik heb 13. Voor 2 minuten. Deze slecht, dat feest heb ik niet. Oh ja, hier is het waard. Oeh. Maar. Hoppa. Beetje soul flights farmen. Nou, we weer aan de normale lijn. Dames. Maar er is bijna weer naar de Blood Moon. Fijn. Daar ben ik best wel mee. O jee, ik geloof niet. Ja, geef niet. 5 goud. Even. Ik kom zo. Ik ben wel benieuwd. Zo, het regent bloed. Ik oh jee, clown. Nou, clown. Heel random. Ik ga even doen wat ik moet doen. Hoppa. Zo. En ja, de trippers zijn natuurlijk ook nog. Ja, ik ga het natuurlijk op punt achterzetten. Want mooi geweest. Ah, daar is hij, de Die Trader. Zo boven. Maar goed, beste mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe natuurlijk je duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer op Submans, Dynamans, Mindmans en Tjus Submans als je niet geabonneerd was. Zie ik jullie dolgraag de volgende keer weer terug.
Dit is een boze wolf boven mijn deur. Tot de volgende keer. Doei.